Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad. Het is vandaag 22. Ja, 22 juli. Dus vandaag is het vrijdag. De laatste dag dat ik moet werken en dan heb ik lekker vrij. En nog een paar dagen volhouden heb ik helemaal weer vrij. Maar dan zit ik lekker met een bak koffie. Lekker zo, buiten is het geen zon. Terwijl het eigenlijk wel lekker is, dus dit keer wat anders aantrekken. Maar daar heb ik er zin in. Ga ik de laatste dag werken. Ik was een uur of 9 was ik trouwens al wakker. Heb ik even lekker relaxed. Even lekker rustig op ook koffie gezet. En ja. Dat was het. Ik zit nou helemaal te denken. Ik heb een paar dagen geen gesprek gehad natuurlijk. Had ik mis, ik heb dat niet gemeld. Maar ik heb vandaag weer een gesprek met een begeleiding. Waar we het over gaan hebben, vertel ik al. Natuurlijk. Maar niet echt alles. Want sommige dingen zijn privé. Dus ik zat ineens te denken van, hè, het is natuurlijk vrijdag. Maar ze komt over een kwartiertje. Het is nu bijna over. Laten we op haar zeggen, 4 minuten en een kwartier. Dan komt ze, dus ik ben benieuwd wat we erover hebben. En ja, ik zie wel. Dat was ik helemaal vergeten. Ik dacht, er is iets. Zat ik altijd zo te denken, er is iets. En toen dacht ik van, oh ja, het is vrijdag, dus gesprek met de begeleiding. En dan gaan we nu even wachten. Dan ga ik eerst even buiten zitten nog. Ongeveer is het geen zon. Nou, ik heb lekker de muziek trouwens even radio aangedaan. 100% NL. En ik heb nu een gesprek gehad. En het gesprek ging over wat ik ga laten zien. Dat ik ga koken en dat ik boodschappen kan doen. En dat was het. En dan gaan zij meekijken of ik het kan en zo. En dan ga ik nu even lekker relaxen. Dan heb ik net weer een bakje koffie gezet. En dan zo meteen over 3 kwartier ga ik naar mijn werk. Nou, minder dan 3 kwartier eigenlijk. Dan komt het broodje. Oké, maar dat maakt niet. Dus ga ik lekker aan een bakje koffie drinken. En lekker relaxen. Eigenlijk zit een stoel van mijn vader mee aan. Dit is echt gewoon een stoel van mijn vader. En dat is zo'n echte stoel van mij. Lol. Nou, ik ben nou lekker thuis al een hele tijdje al. Maar ik heb een lekker video bewerkt. Maar er is één vlog. Dat is vlog 168. Die is vandaag online gekomen. Hoe? Dat weet ik ook niet. Volgens mij heb ik het verkeerd ingepland. Maar hij ging vandaag om. Op 22 juli. Voor jullie hebben jullie al een beetje gekregen. Online. Maar hij had op 23 juli. Online moeten komen, dus ik heb hem even afgehaald en nu heb ik hem even opnieuw geüpload en goed ingepland. Dus ja, het is wel een beetje dom van mij dat ik fout ingepland heb, maar ja, ik heb niet goed gekeken. Ik dacht, nou, hij staat wel goed ingepland, niet dus. Maar ja, kan ik niks aan doen. Fouten kan je maken. Dus, maar daar heb ik even opnieuw geüpload en ben ik trouwens ook nog even naar mijn moeder geweest. Even gepraat over dingen, privé dingen. Het was wel gezellig om bij haar langs te gaan. En ik was even beneden geweest met mijn vader praten. Dus ja, ik heb echt niet echt zo iets bijzonders te melden nog. Ja, dat ik alleen morgen. Ja. Ik ga nu vertellen wat ik morgen ga doen. Ik heb het gezegd waar ik heen ga. Dus ik heb gezegd. En dat is. Ik ga morgen. Naar Hanianna! Yes! Ik heb er zo zin in, hè? Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga hem ook in mijn vlog gooien, natuurlijk. En ik ga nu ook trouwens even nog een video doen. Maar ik heb zoveel zin in, hè? Oh. Yeah. Maar dan ga ik erheen. Morgen. Met Hans bij. Ik zat daar nog na te denken. Ik wou iemand meenemen. Maar die zat in Spanje. Maar één. Ik had gehoord van die. Keer naar mijn optreden ging.
zou hij hem opzoeken, maar zag hij me niet. Toen dacht ik, oh, dat vond ik zo zielig. Ik dacht, ik wou hem meenemen, maar hij zit in Spanje, heb ik gehoord. Maar ja, ik ga zijn naam niet noemen, ik weet niet of hij dat fijn vindt, en dat is ook niet echt belangrijk, maar... Dus ik even lekker op de computer. Oh, daar. Dan ga ik even lekker editen. Poppie. Niet. Daar en al heb je veel verdriet. Leven gaat door. Zo is dat, mensen. Leven gaat door. Nou, ik ben nog steeds even lekker beneden. Mijn vader is om nu naar boven gegaan. En morgen ga ik natuurlijk, wat ik al zei, naar Hanianna. Laat ik me lekker haartjes knippen. En alleen aan de zijkant. En boven laat ik lang groeien. Voor Kika, wat ik al zei. Maar wat ik ook nu doen wil is vlog afsluiten. Ik ga lekker dadelijk lekker weer op YouTube kijken. En lekker. Net heb ik even net vlog bewerkt. Dus dan ga ik nu lekker relaxen. Even op computer denken. Even lekker even dingen doen. Dus tof dat je gekeken hebt met deze vlog. Vond je deze video leuk? Vergeet dan geen blauw duimpje achter te laten. En vergeet ook natuurlijk niet hier beneden te abonneren. Veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. Ik zeg later.